Na een geweldig succesvolle eerste speeldag thuis in Moergestel en een, laten we zeggen, gemiddelde speeldag uit in Amsterdam, speelde het voor ons interessante deel van de nationale softbalcompetitie zich afgelopen weekend weer af in Moergestel. Hoef Dames 1, aangevuld met enkele spelers uit het tweede en derde team, speelde twee wedstrijden tegen Textown Tigers uit Enschede. De beelden zijn weer van Softbal Dino. Al snel staat Hoef op enkele punten achterstand en het lukte Hoef niet om die achterstand nog in te halen. Dit is mooi. Terwijl de slagvrouw veilig op het eerste honk aankomt, loopt Isa los binnen en scoort het eerste punt voor Hoef. Nog zo'n spannend moment, een bijna uitbal. Daar komt die bal, ze kijkt ernaar en dan komt die duik. Zij is van in de lucht en hebbers. Perfect. Ja, perfect voor TTT, maar niet voor Hoef. Bijna uit is niet helemaal uit. En dat is einde wedstrijd. Uiteindelijk eindigde die wedstrijd in een 1-12 voor de tegenstanders. De tweede wedstrijd verliep gelukkig helemaal anders. We blikken samen met de pitcher en de coach even terug op de beide wedstrijden. Het was inderdaad heel spannend. Ik denk ook een beetje een rare dag natuurlijk met het weer. Hè. We zitten met een beetje bizarre omstandigheden en de corona natuurlijk, dat er ook nog altijd is. Maar nee, eerste wedstrijd waren we nog niet goed wakker. Een paar kleine foutjes. Helaas is toch redelijk stevig verloren. Maar dan de tweede wedstrijd was, ik denk, spannend vanaf de eerste minuut tot de laatste. En om dan 1-0 winnend af te sluiten met zo'n hele mooie play op de thuisplaat, dan zijn we natuurlijk super content. Dan ben je de rest ook alweer vergeten, merk ik. Maar geef de microfoon eens aan Marjolein, want dan wilde ik wel eens van de pitchvrouw weten hoe jij het zag. Je hebt alle innings moeten pitchen, hè? Bijna allemaal. Niet allemaal, wel van de laatste wedstrijd. En het is ontzettend fijn als je team meteen in het begin van de wedstrijd scoort. Want dan heb je iets als pitcher om mee te werken, om het dicht te houden. Want als je team niet scoort, dan kan je er zelf niks mee. Dus daar was ik al heel erg blij mee. Dat is het beste om mee te beginnen. Nu. Kijk, weer zo'n geweldige... Ja. Oh, die wordt hier gemist daardoor. En dat levert punten op. En komt Kim Donkers op het tweede honk. 1-0 voor Roef. Prachtig gedaan, maar... Dramatisch zou ik bijna willen zeggen, gemist daar in het verf. Het veld is nat, Kobus, dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Ze wil hem scoopen, omdat ze hem naar huis wil gooien. Ja. Dan moet je hem scoopen, dat risico. Tussen die eerste en die tweede wedstrijd is er iets gebeurd bij jullie. Jongen heeft iets met jullie gedaan, hij zegt het niet, maar er moet iets gebeurd zijn. Ja, we hebben gewoon zelf ook gezien, dit is niet hoe we willen spelen. Ja. En we hebben zelf gezien dat we de bal in de eerste wedstrijd al prima raakten en dat we er zaten. Maar zelf het een beetje verpesten toen we in het veld stonden. Dus het vertrouwen bleef daar gewoon. En dat zeiden we ook tegen elkaar. En daarom hadden we zoiets van, volgende, let's go. De tweede wedstrijd bleef spannend tot het laatste toe. Hè? Jullie hebben de hele tijd met 1-0 voorgestaan. Maar op het laatst toch een paar veldspelers van de Enschedeze dames op de honken. Of een paar, hoe noem je dat? Op de honken. Ik zeg het verkeerd, maar je bedoelt even wat ik bedoel. Loopsters. Ja. Heb je dan als pitcher het gevoel van, ik moet hier nu iets mee of kun je daar niks mee? Nee, ik heb het eigenlijk door de jaren wel geleerd. Ik sta al een paar jaren op de plaat. En ik kan best goed rustig blijven dan. Dat ik denk, in die zin, ik moet gewoon mijn ding blijven doen daar. En niks anders gaan doen als dat ik daarvoor deed. Wat een vangballen, wat een tik van die Danielle ten Donkelaar. Recht in de handschoen van Kim Donkers. Die plukt hem daar weg. En dat betekent dat die voorsprong van Roef gehandhaafd blijft. 1-0. Ja, en dan is er nog maar één slagbeurt voor de Tigers om dat recht te zetten. Maar ik denk dat Roef er alles aan zal doen om puntjes te sprokkelen. Goed, daar komt hij nog een keer. Die Hebbers! Vandaag dan die wedstrijd met een aantal dames. Een aantal kennen we. Marjolein weer, de grote oude bekende. Maar verder is er heel veel veranderd. Hè? Onder andere Eva zou vertrekken, was het verhaal 2 jaar geleden. Ja, klopt. Eva had haar afscheid aangekondigd in het eerste team toen we landskampioen werden natuurlijk. Maar ja... Ze blijft een groen hart hebben en wij zitten inderdaad nog in personele problemen. We zitten met een aantal blessures die we voorlopig moeten oplossen, waar we nog wachten. Die meiden komen stilaan terug uit blessure. We hebben natuurlijk ook nog 4 meiden die momenteel in Amerika hun school afwerken. Die komen er ook nog terug aan. Nederlandse meiden of Amerikaans? Er zijn inderdaad 4 Nederlandse meiden die dat daar momenteel zitten. Die nu voor, laten we zeggen, hun nationaal kampioenschap daar spelen met hun college team. Ja. En dan hebben we nog 2 meiden die ook, denk ik, volgend weekend al terugkomen. Dus geleidelijk aan komt er elk weekend iemand bij. En dan komt onze Australische werper, die is ook nog onderweg. Maar die had natuurlijk wat problemen met het uitvliegverbod in Australië door de coronaregels en al die zaken. Maar zo stilaan komen er toch nog 4-5 meiden bij de komende weken. En dan krijgen we stilaan een vollediger team. Maar ik wil vooral zeggen, wij zijn op dit moment de dames van dames 3 en dames 2 van onze andere teams. Zijn wij heel dankbaar, want die meiden hebben gewoon allemaal een groen hart en zijn er voor de
de club en helpt ons ontzettend veel. Dus, ja. Nou, vandaag dus een wedstrijd verloren, wedstrijd gewonnen. Dat is mooi voor Middenmoot. De wedstrijd vorige week donderdag was niet zo geweldig. Die eerste wedstrijd waar we stukjes van op tv hebben gezien, dat waren uitslagen, ze waren zelfs nog gunstiger dan we op tv zeiden. Nou weet ik het niet meer. Gaan jullie weer kampioen worden? Of? Goh, we hebben als team het doel uitgesproken. Kijk, we willen gewoon elk weekend beter worden. En ook omdat we hebben een heel voorseizoen natuurlijk gemist met z'n allen. Normaal gezien zouden we nu al zeg, 30 wedstrijden in de benen hebben. Als je heel de winter meetelt, al die zaken. Ja, dit is voor ons, zelfs vandaag, is de 8e wedstrijd die wij dit jaar spelen. Die we echt dan volledig kunnen spelen. En dat geeft wel nu op dit moment voor ons ook van... Kijk, wij willen heel graag, we willen beter worden. En dat is onze doelstelling. En we gaan geleidelijk aan wel zien, als iedereen uit blessure terug is, waar dat we staan. Maar uiteraard stappen we het veld op om Moergestel te verdedigen. En natuurlijk om iedereen hier weer trots te maken. En dat is ook ons doel. En wij bouwen richting een Europa Cup, richting het einde van het seizoen. Ja. Het kost ons alleen nu iets meer moeite dan ervoor. Maar we hebben er wel zin in. En het geloof begint ook stilaan te komen bij iedereen. Ja. Als nou die Textown Tigers uit het grote Enschede hier het veld opkomen in het kleine Moergestel. Mm-hmm. Hebben ze dan het besef dat ze tegen de regerend landskampioen spelen? Of denken ze van, gaan we even doen? Wat denken jullie? Wat denk jij, Marjolein? Nou, ik denk al dat ze weten dat ze tegen een team gaan spelen waar ze altijd wel bang voor mogen zijn. Dus maakt niet uit in welk jaar of in welk seizoen dit is. Dus ja, ik weet zeker dat ze niet met de gerustheid hier naartoe komen. Nee. En als dat vandaag niet het geval was, zal dat zeker een volgende keer gelden als de Textown Tigers tegenover Roef staan. Want kijk even naar de eerste helft van de laatste inning. De laatste kans dus voor de Enschedese dames om punten te scoren. En die kansen waren nog best goed met een dame op het tweede en op het derde honk. Hopsa, dit moet. En nu vang en lopen met die andere man. Dan moet je heel snel zijn, want dat is een geweldig aangooien. En die sterft daar. Geweldig gedaan, afgelopen, die zal los. Afgelopen, ja hoor. Ja, nee, de 2-0 toch? Nee, afgelopen. Oh, vang en 2-0. Ja, zo. Oh, geweldig, wat een wedstrijd. Ja, dit is echt, ja. Dit is echt, kijk, kunnen we nog eens zien? Ja.